Investering in human capital en persoonlijke investeringen zijn de rode draad bij de 6e editie van de Suriname Leadership Academy, SLA. Dit liet Donaghy Malone vandaag weten bij de opening van de Leadership Academy 2023, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Junior Chamber International, GCI Suriname. Malone, die de voorzitter is van de Leadership Academy 2023, benadrukt dat dit evenement elk individu de mogelijkheid biedt om in zichzelf te investeren. Gedurende 2 dagen zullen ambitieuze leiders leren hoe ze versterkende professionals kunnen worden, die weten dat echte leiders eerst dienen. Malone zegt dat GCI staat voor You Live, You Learn. En dit ook wil meegeven aan de rest van de wereld. Aan de mensenarbeid, aan het bedrijfsleven, aan de individuen, aan de ondernemers. Omdat bij elk traject in het leven, het maakt niet uit welke stage je bent, het is belangrijk om mee te nemen. Wat heb je geleerd? En ik blijf het zeggen, ik zie het niet zozeer als we maken fouten. En ik geloof sowieso niet in we zijn mensen, we mogen fouten maken. Die perceptie heb ik niet, omdat als we die stelling dan meenemen van we zijn mensen, we mogen fouten maken, dan zullen we fouten blijven maken. Ik zei we zijn mensen en we maken fouten en we uit onze fouten moeten we leren. Waarom ik dat zeg is dat ook gedurende het traject er soms ook wat dingen zijn gebeurd dat, die voor mij een leerlingproces waren en ik ben er al lang bij. Dus dat stemt ook goed om te zeggen, om te zien van hey, je bent niet oud, je hebt niet alles met je mee. Malone vindt een goede verstandhouding tussen leidinggevenden op de werkvloer heel belangrijk en ook dat gekeken moet worden hoe leidinggeven wordt geïnterpreteerd. Want je kan leiding geven en je bent de leidinggevende, maar je kan ook leiding ontvangen van zoals we het altijd kennen vanuit je mensen die je onder je hebt. Dus het is hoe kijk je naar de situatie, hoe sta je open ervoor en elke persoon die vandaag zijn bijdrage gaat leveren, maar ook morgen, zal die leiderschap vanuit zijn of haar positie interpreteren. Dat is belangrijk, want het gaat ook hoe breng je jezelf, hoe kijkt men naar je, wat is de legacy die je wil achterlaten. Dus er staan alle tijden op elk niveau binnen organisaties, binnen landen, dan praten we over non-governementele, maar ook de government, ook de overheid. Leiderschap is niet weg te denken. Je komt er niet onderuit. Het is heel belangrijk. Dit jaar zijn diverse partners betrokken bij het welslagen van de Suriname Leadership Academy 2023. Professionals zullen worden voorzien van kennis, inzichten en praktijkervaring om een meer ethische, empowerende en inspirerende leider te worden. SLA 2023 wordt morgen afgesloten.